Goedemorgen allemaal. Ik dacht, we doen weer eens een korte video, een korte leuke tip. Voor inderdaad onze traditionele natscheiders. We gaan het dit keer eens hebben, heel kortweg, over onze aluinblok. Een paar weken geleden heb ik effectief weer eens een nieuwe moeten kopen, omdat er van de oude echt niet veel meer overschot. Maar het aluin gebruiken we natuurlijk na het scheren, vooral om in geval van kleine wondjes te gaan dichten. Of inderdaad om de huid te gaan afdichten na het scheren. Nu, het probleem wat je dikwijls hebt met aluin als je hem een tijd gebruikt hebt, is dat hij inderdaad kan gaan barsten of barstjes gaan krijgen. Waarna dat hij op een duur in stukjes uit elkaar begint te vallen. Nu, wat is de hoofdzakelijke reden daarvan? Dat is vooral de infiltratie van water. Dus als er water in de aluin dringt, aluin is natuurlijk een mineraal zout. Als het water echt doordringt tot binnen in een aluinblok, dan gaat die inderdaad op een duur uit elkaar beginnen vallen. Nu, er is een eigenlijk heel simpele tip die je ervoor kan gebruiken. Dat is namelijk, ik heb nu net een nieuw gestopt dit keer, maar bewaar gewoon je aluinblok. De kant die je gebruikt hebt, leg je gewoon op een stukje keukenpapier. Bewaar hem zo in de kast. Alternatieve tip, je kan ook gebruik maken van bijvoorbeeld een schoon, geen gebruikt. Maar zo van die vaatwasponsjes kan je ook gebruiken voor exact hetzelfde verhaal. Je legt hem er gewoon op en omdat zij inderdaad water onttrekken, gaan zij inderdaad het water uit de aluinblok trekken, waardoor dat die eigenlijk veel langer heel blijft en veel langer in goede staat om te gebruiken. Simpele tip, maar het kan wel helpen om inderdaad je aluinblok een langer leven te geven. Nu, er net weer een leuke alternatieve tip ontdekt met scheermateriaal. Zoals je misschien hoort, zit ik al een goede 2-3 dagen met een verstopte neus, een beetje door het natte, vochtige, koude weer natuurlijk. Een beetje last van. En vanmorgen ging ik dus inderdaad de scheerbeurt beginnen. Totdat ik opeens voelde van, kijk, ik begon voor te bereiden met onze ProRazo Pre-Shave. En ik voelde inderdaad dat de menthol in mijn neusgaten begon te kruipen. Dus wat heb ik gedaan? Gewoon een paar, zoals ik hier doe, drupjes of een beetje van de pre-shave. Nu, ik heb het voordeel, ik kan het in de snor werken, maar onder de neus doen, even laten intrekken. En de menthol helpt echt wel met de luchtwegen, net zoals dat je vroeger met die muntpastilletjes had die in warm water oplosten, maar het heeft ongeveer hetzelfde effect. Dus de munt kruipt echt wel in de menthol, kruipt in de neusgaten en helpt ervoor dat inderdaad de luchtwegen komen open te staan. Dat is weer een leuke alternatieve tip. Gebruik eens ProRazo om je verstopte neusgaten een beetje open te krijgen, maar het werkt wel effectief.